Is ook super handig. Kan je makkelijk open doen en dicht. Super leuk. Oh, ik maak hem gelijk kapot. Nee, nee. Hallo allemaal! Super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. In deze video gaan we iets doen over school. Het is nu nog wel zomervakantie, maar ja, de school gaat straks natuurlijk weer beginnen. En daarom dachten we, misschien is het wel leuk om een What's in my school bag te doen. Ja. Want school gaat dus bijna weer beginnen en we proberen altijd zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor het nieuwe schooljaar. Dat naarmate we verder zijn in het jaar, niet echt meer helemaal compleet is. Maar dit is hoe onze complete schooltas er nou eigenlijk uitziet. En dat gaan we jullie nu laten zien. Nou, dit zijn dan onze schooltassen. Ja, kijk, ik heb hem al een beetje opgepimpt. Oh, dat is leuk! Ja, leuke bolletjes. Vond ik ook. Ik zag ze in de winkel en ik dacht, oh, dat ga ik gewoon om mijn tas doen. Is ook super handig, kan je makkelijk open doen en dicht. Super leuk. Oh, ik maak hem gelijk kapot. Nee. Pam, pam, pam. Kan het er weer aan? Ja, heel makkelijk. Het drinkje zat niet goed genoeg dicht. Ja, hij zit er weer aan. Zo. Nou, het zit nu dus goed vast. Maar dat is dus super leuk. Dat wil ik ook. Weet je, ik heb er nog twee voor jou. Echt? Ja. Dezelfde. Ik heb trouwens ook nog iets anders heel leuks. Ik ga het even pakken. Daar ben ik weer. Nou, kijk. Ik heb dus deze voor jou. Oh, die heb jij ook. En ik dacht, ik doe het een beetje in de blauwe trant. Aangezien je ook een beetje een blauwe tas hebt. Dus daar heb ik ook deze voor. Leuk! En ik heb nog deze super schattige emoji. Die wil ik er ook om. Ik ga ze gewoon allemaal. Welke zal ik waar doen? Dat moet je zelf beslissen. Ik zou deze eigenlijk hier doen. Ja, die zal ik dat doen? Ja. Zal ik de blauwe aan de bovenkant doen, hè? Ja, kan. Zo, en een beetje zo. En dan die daar. Zo! Kijk eens, mijn tas is ook een beetje. En dan heb ik dus een beetje roze met blauw. Milena heeft blauw met een beetje geel met rood. Onze tassen hebben in totaal 3 vakken, plus nog wat binnenvakjes. De meeste schooltassen hebben 3 vakken. Dat we jullie zo laten zien. Ik heb hem dus blauw met stippeltjes. Met erop full of stuff. En dat klopt, want hij is echt super zwaar. Oké, nou. Laten we als eerst eventjes gaan showen wat er in ons voorvakje zit. Laat jij eens wat zien. Nou, ik vind dat ik mezelf heel erg heb uitgesloofd met goed georganiseerd inpakken. Ik heb namelijk als eerste mijn agenda erin gedaan. In je voorvakje? Ja, want hij past precies erin. En ik vond het wel efficiënt. Dan hoef ik hem ook niet bij al mijn boeken te doen. Kijken. Ik vond het ook echt een hele leuke agenda. Dus hij is roze aan de binnenkant. Nou, hij is roze met wit eigenlijk. Leuk, hè? En hij is ook super handig. En hij heeft ook een dingetje, kan je weten waar je bent. En hij is niet zo groot. Nee. En hij past precies in mijn voorvakje. Dus daarom heb ik hem erin gedaan. Ik vind hem heel leuk. Wat heb je er nog meer in? Zal ik nu eens iets laten zien? Ja, doe jij maar. Oké, ik heb als eerst mijn telefoon in mijn voorvakje. Nee, daar heb ik iets anders op bedacht. Die leg ik even hier. En ik heb nog, ik heb hier eigenlijk allemaal kleine spulletjes. Zoals mijn sleutels voor mijn fiets. En een mini bril. Nee, grapje. Hier zitten mijn oordopjes in. Want wij mogen in de klas altijd muziek luisteren als we aan opdrachten werken bijvoorbeeld. En dan heb ik altijd mijn oortjes erin. En die heb ik dus speciaal in dit leuke doosje. Wat ik volgens mij een tijdje Ik heb dat ook, maar ik heb een ander doosje. Ik heb ook een heel leuk doosje. Of nou, eigenlijk, hij is best wel saai, maar ik vind hem toch wel heel leuk en handig. Ik heb namelijk dit doosje. Maar weet je, ik heb iets super cools, want hier passen er namelijk 2 in. Ik heb namelijk 2 paar dan erin gedaan. En hier zit zo'n vakje waar je ze achter kan doen. En hier heb ik ze dus ook in gedaan. Wat ik ook heb, die is zo'n dingetje. En daar kan je dus met vriendinnen
of vrienden, wat je leuk vindt, kan je dit dus gaan luisteren. En dan kan je dit zo op je tafel plakken. Nou, op mijn hand blijft hij dus niet zitten. Maar dan kan je dus met meerdere je oortjes erin doen. En dan kan je dus met meerdere dezelfde muziek luisteren. En je kan het ook als houder voor je telefoon gebruiken. Oh ja. Namelijk, ik heb nog zo'n tasje waar ik allemaal frutseltjes in heb, wat ik zo laat zien. En ik heb hem dus in het groen. En er stond ooit een smiley op. Maar dat is eraf. Maar die is eraf. Dus ik stop dit weer even terug. En kijk, als je dan je telefoon hebt, dan kan je dit achter op je telefoon plakken. Ja. En dan kan je hem zo neerzetten. Of je draait hem en dan kan je hem zo neerzetten. Zo. Super handig dus. En je kan dus met je vriendinnen muziek luisteren. Dus dan doe je dit er zo in. En dan kan je hier twee jouw eigen oortjes en die van je vriendin doen. En dan luisteren jullie dezelfde muziek. Want wij zitten altijd te struggelen met dat we tegelijkertijd het af willen spelen. En dan zitten we zo met de telefoons. Zo. 3, 2, 1. Klik! Maar en dan soms gaat het niet goed verkeerd. Ja. Ja. Nou, dit is de oplossing. Ta-ta-ta-ta. Een soort, hoe noem je dit? Dubbel inplug music. Ding. Nou, dan ga ik nu even verder. Nou, ik had dus de oortjes. Wat ik ook altijd heel belangrijk vind, wat ik mee moet nemen, is de powerbank. Ik heb hier een powerbank. Die kan ik voor 4 keer opladen, zo super handig. En een snoertje erbij. Dit snoertje kan je trouwens en voor iPhone opladen en voor Samsung. Dus dat is super handig. Die heb ik ook. Die. Even kijken wat ik nog meer erin heb zitten. Oh ja, zakdoekjes. Oh ja. Voor als je in een verkouden bui zit of je wilt aardig zijn naar klasgenoten die in een verkouden bui zitten. Kan je altijd zeggen, kijk ik heb zakdoekjes. Wil je er eentje lenen? Of nou, lenen. Hebben. Ik hoef hem niet terug. Nou, dit. Heb ik erin zitten? Oké, nu ga ik het laten zien. Oh ja, nee. Oké, tegelijk. 3, 2, 1. Oh. Ik had van die plak, hoe noem je dit? Sticky notes. Sticky notes. Een beetje grote sticky notes. Maar dat is ook heel handig gewoon om op te plakken. Bijvoorbeeld, je hebt een mapje en je wil weten wat zit er nou allemaal in mijn map. Zodat je niet heel lang hoeft te zoeken. Kan je dus gewoon op je map plakken. En dan, dan weet je wat erin zit. Of, wat ook heel leuk is. Als je verveelt in de les, ga je gewoon met je vrienden Wie ben ik spelen. Dat doen we ook heel vaak. Nou, moet je hem gewoon door de helft knippen en dan kan je er dus opschrijven. Oké, zullen we dat doen nu? Ja, is goed. Oké. Wacht. Wat heb je nodig om dingen op te schrijven? Natuurlijk. Wacht. Nee, wacht. Tegelijk. 3, 2, 1. Een etui! Nou. En wij hebben dezelfde. We vonden het zo leuk dat je dit allemaal door je etui heen ziet. Ja. En straks gaan we ook eventjes een etui duel doen. Zeg maar dat we al mijn spullen en al Rosanna's spullen die in haar etui zitten naast elkaar leggen en gaan vergelijken. Ja. Dat leek ons wel leuk, maar dat doen we zo meteen. Nou, eerst eventjes een potje. Wie ben ik? Zullen we dit even door de helft spullen? Ja, maar die plakken niet meer. Gooi maar weg. Dat ik hier ben. Oké, schoor deze even door de helft. Maakt het heel erg eigenlijk niet mooi? Nee. Alsjeblieft. Oké, ik maak hem voor jou. En ik voor jou. Niet kijken. Wacht, ik schrijf echt, ik moet het groter schrijven. Mag ik er nog één? Moet het een persoon zijn? Ja, of gewoon een figuur of zo. Maakt niet uit. Het moet wel een die zijn. Je hebt niks gezien, toch nog? Nee. Oké, plak jij eerst maar op mijn hoofd. Blijft die zitten of pak hem? Ja. Pak een plakbandje. Nee joh, dit is prima. Nee, het blijft echt niet zitten. Doe jij even je ogen dicht, dan ziet het misschien wel. Hou maar eens vast op je hoofd. Oké. Wacht, ik doe maar even iets over. Ze moet het wel kunnen zien. Zo. Oké, wie begint? Jij mag beginnen. Niet kijken. Ik kan het niet zien, het zit er dichtbij. Ben ik beroemd? Nou, iedereen kent je wel. Oké. Nu ben ik. Dan mag je nog een keer, want je hebt je ja gekregen. Ben ik bekend van films? Nee. Ben jij nu? Ben ik bekend van tv? Ja.
Oké. Wacht, heb ik eigenlijk wel een wie gedaan? Of heb ik een wat gedaan? Nee. Oh, wat dom. Oh. Oké, ik geef je even een hint. Je bent geen persoon. Maar ik ben geen koelkast of zo. Nee. Je bent niet een ding. Je bent wel iets. Iets wat leeft. Maar oké, okay, oh, laten we verder gaan. Nou heb ik ook een soort wat gedaan, denk ik. Oké. Maar was ik nou bekend op tv? Ja. Ben ik een vrouw? Nee. Oké. Okay. Nee, toch? Nee. Ben ik een fictief persoon? Dus besta ik niet echt? Je bestaat wel echt. Dus nee, je bent geen fictief persoon. Oké. Okay. Ben ik een fictief persoon? Ja. Oké. Okay. Ben ik een dier? Nee. Ik ben een persoon. Ja. Oké, okay. Dan ben jij weer. Oké, okay, ik ben van tv. Of was ik niet van tv? Ik was van tv. Je was niet van tv. Oh, ik ben niet van tv. Maar iedereen kent je wel. Oké, okay. Ik ben een persoon. Nee, je bent geen persoon. Oh, ik ben niet een persoon. Nee. Hè? Maar ik ben ook niet fictief. Nee. Dus ik besta echt? Ja. Dus je kan me tegenkomen op straat? Ja. Dagelijks zelfs. Het ligt een beetje aan waar je bent, of je in je eigen stadje bent, of dat je over de snelweg gaat, maar... Over de snelweg... Maar ik ben, want ik heb je al te veel hints gegeven. Ik ben dus een persoon, ik ben bekend van tv, ik ben geen vrouw, maar je lachte, dus ben ik ook eigenlijk niet echt een man of zo. Ben ik een dier? Nee, ik was een persoon. Zo grappig, Nisbel. Ik ben bekend op tv. Ja. Sorry. Ben ik fictief? Ja. En ik ben geen vrouw. Nee. Ik ben een persoon, dus ik ben ook geen dier. Ik zou het niet weten, joh. Jawel, vraag door over films. Speel ik toevallig in een film? Speel ik in een film? Ja. Speel ik de hoofdrol in een film? Nee. Ben het fictief? Ben ik gemaakt van een echt mens? Ben ik gemaakt van een echt mens? Ik heb nee. Alleen... Ben ik getekend? Nee. Anders zou je niet fictief zijn. Anders zou je fictief zijn. Wacht even. Ik ben dus niet gemaakt van een echt mens, van vlees en bloed. Nee. Ik ben iets met een snelweg. Wat kom je tegen bij de snelweg? Het is sowieso geen zo'n mannetje die een omleiding geeft. Dat ben ik ook niet. Nee, want dat is een persoon. Je bent geen persoon. Je hebt jouw persoonlijkheid, maar je bent niet een mens. Wat doe je me aan? Jongen, jij lijkt veel te moeilijk, net als ik. Ik zie echt niet. Ik weet het niet. Oké. Ik ben dus bekend van tv, ik speel in films, maar niet de hoofdrol. En ik ben een persoon, maar ik ben geen vrouw. Welk film heb ik ingespeeld? Geef me even een goede hint. Weet ik het dan meteen? Nee, ja. Ben ik eentje van de Muppets of zo? Nee. Oh. Nee. Oh nee, want ik ben een persoon. Hè? Ja, maar ik weet het ook niet. Snelweg. Ben ik? Nee, ik ben niet getekend. Ik ben echt. Serieus, zit je nou gewoon daar in de spiegel te kijken? Nee, ik zie niks. Oké, okay, gelukkig. Zo slim ben ik nou ook weer niet. Grapje. Ik heb het echt niet gezien. Oké, we geven allebei een hint. Oké. Okay. Ik geef jou de hint. Je kan mij als een soort benaming voor een persoon geven. Oké. Okay. Dus wat ben jij een? Puntje. Ja? Oké, okay, nu moet je mij een hint geven. Je bent een dier. Ik ben een dier. Ja? En ik kom op snelwegen. Nee, je komt je tegen als je langs de snelweg rijdt. Ik rijd langs de snelweg. Rijd ik op de snelweg? Of rijd ik langs de snelweg? Nee, jij rijdt niet. Nee, wacht. Je komt jou tegen als ik op de snelweg rijd, bijvoorbeeld.
Vaak. Dan moet ik kijken langs de snelweg. Ja, bijvoorbeeld. Ben ik nee, maar jij hoeft niet te kijken. Ik ben een dier. Ja. Dus ik als dit verdingetje ben op de snelweg. Nee. Ik ben degene die langs de snelweg. Ik ga hier niet op in. Ik snap het niet. Oké, is over. Je mag 1 keer raden en ik ook. Ook al weet het niet. Nee, maar ik weet het gewoon echt niet. Geef maar me nog 1 hint. Ben ik een zeekoe? Nee. Oh. Ben ik een... Want je was geen dier, je bent een mens. Ben ik een snotaap? Nee. Oh. Maar je komt wel in de buurt. Qua... Oké, wacht, ik geef nog 1 hint. Je bent heel klein. Nou, niet heel klein, je bent klein. En je zingt. Klein en zingen? Je bent met heel veel. Je bent een heel leger. Minion? Nee. Oh. Nee. Ben ik een minion? Nee. Ik ben een dier. Hè? Ik ben klein en het is een spreekwoord en het is langs de snelweg en ik zing. Niet langs de snelweg en ik zing. Ben ik een paard of zo? Nee, maar ik kom wel in de buurt. Ben ik een koe? Ja. Echt? Ja. Oh. Hè? Mag ik nog 1 hint? En ik ben bekend van tv. Ja. Ik ben met een heel leger. Ik weet niet, wat voor huidskleur heb je? Blauw of zo. Ben ik de smurf? Nee. Nee. Niet? Als ik nog wel geweten dat je die huidskleur had. Blauw. Cool. Nou, dank je. Nee. Een spreekwoord. Ik weet het niet. Wat ben jij een? Oké, ik zeg de film. Ja. Het heeft te maken met chocola. Oompa Loompa! Ja! Hoe heb je daarop gekomen? Ik weet niet. Hè? Nou, dit spelen wij dus af en toe in de klas met dit soort briefjes. Dan gaat het wel wat sneller, ja, hoor. Dan nemen we bijvoorbeeld Mickey Mouse en dan weet je het gelijk. Maar dat kan je dus doen. Met sticky notes. Laten we verder gaan. Nou, het etui hadden we dus geshowt. We gaan nu dus even verder met het grote vak met de schoolspullen. Of zullen we nu het etui-duel doen? Ja. Let's do it. Nu het etui-duel. Oké. Wat zit er in mijn etui? Nou, sowieso een pen. Een blauwe pen. Hetzelfde. Precies dezelfde. Nou. Ik heb altijd 2 fineliners voor als ik tekeningetjes maak. Nog niet. Heb ik eentje niet. Van 1 mm, dat is gewoon normaal. En eentje van dikker. Dus een soort van, ja, gewoon iets dikker. En ik heb er eentje van gewoon een zwarte pen. Je hebt ook in blauw en in het rood. Een rode pen is ook belangrijk voor als je dingen moet nakijken in de les. Dan kan je altijd een rode pen gebruiken. Ik heb altijd leuke kleurtjes zoals roze in plaats van rood. En ik heb ook lichtblauw. En ik heb groen. En ik heb ook groen. En wat ik ook belangrijk vind zijn markeerstiften. Ik heb ze in allerlei verschillende kleuren. Dat is ook leuk voor in je agenda. Heb ik ook. Oh, we hebben ook echt dezelfde. Ja, gewoon van de hemel. En met groen en met geel en oranje. En die heb ik ook nog, maar die kan ik er niet allemaal uithalen. We hebben tot nu toe hetzelfde in ons etui. Oké, dan vervolgens een gum. Oh, sorry. Een gum. Superior quality plastic. Die heb ik ook, maar die van mij is een beetje... Anders. Best wel chill. Kijk maar. De mijne kan je namelijk zo... opendraaien en dan kan je zo gummen. De mijne is gewoon een simpele en dat is normale wat minder, gummen. Dan gaat hij misschien niet op of zo. Nou, ik weet niet wat het nut ervan is. Maar ik vond het gewoon leuk. Dan word je niet vies. Ja, dan word je niet vies door je potloden. Dat is het. Kan ik ook. Hè? Nou, dat. En dan heb ik een puntenslijper. En dit is echt de beste puntenslijper van de wereld. Niet omdat er een minion op staat, maar omdat hij gewoon... Ik denk dat hij linkshandig is, net als ik. Dat je het linkshandig slijpt, waardoor je heel mooi slijpt. En laat trouwens even in de reacties weten of je rechts of linkshandig bent. Dat vinden we leuk om te weten. Oké. Wat ik er ook nog in heb, wat ik zelf heel handig vind, is een niet-tangetje. Heb ik ook, alleen voor mij is denk ik even 10 keer zo groot. Nou, niet 10 keer. Wel veel, 3 veel keer zo groot. Zo groot. Maar het is heel handig, want als je losse werkbladen krijgt, dan kan je dus gewoon eventjes een nietje erin maken. En hij past dus goed in je etui. Een liniaal. Heb ik ook. Jij blauw, ik heb zwart. Gewoon een kleintje. Een schaar. En oh ja, op school heb je ook wel vaak scharen. Maar omdat ik links ben,
Heb je die niet op school? En neem ik altijd mijn eigen mee, omdat ik dat gewoon fijner vind. Ik heb wel gewoon mijn eigen schaar mee, maar hij knipt gewoon goed. Ik heb ook twee soorten potloden. Een normale die je kan slijpen. En zo eentje, want bij wiskunde moet je altijd heel precies lijntjes trekken. En deze punten, die zijn heel dun en die hoef je ook niet te slijpen. Dus dat is heel fijn. En die breken ook niet zo heel snel af. Dan heb ik nog een fineliner. Deze is ook waterproof, zeg maar. Gewoon een Sharpie. En T-Pex. Maar dan dat je het zo kan strepen dat het in één keer weg is. Dan hoef je ook niet te kliederen met die nagellak T-Pex. Die lenen we inderdaad van elkaar. En was dat alles van jou? Ja, ik geloof het wel. Ja, en nog veel meer pennen hebben we. En ik heb ook nog een Prit. Dat is gewoon, ja, een soort van lijm. En dan was hij leeg. Hij is vol. Oh, je puntenslijper. Nou, dit was dus What's in my etui. Dan gaan we nu verder met What's in my bag. Nou, dan gaan we nu verder. Ik had nog wat spulletjes in mijn voorvakje. Kijk, had ik ook nog iets? Oh ja. Namelijk sminkjes. Gewoon voor lekker tussendoor. Het is geen kauwgom, want dit gaat namelijk op. En gewoon een lippenbalsem. Dat heb ik ook. Eels. En ik heb Labello met een kleurtje. Lekker. Dit is namelijk vanille met mint door elkaar. En ik heb gewoon kers. Dit is Labello met een klein rood kleurtje. Dan was het voorvak leeg. En dan gingen we naar het grote vak. Nee, het middelste vak. Nee, want we waren bezig met de etui. Die zat bij mij ook in het nou, andere vak. Wat ik heb... Kijk, dat is ook een ding met tweelingen. Ik weet wel hoe iets efficiënt moet. En Rosanne weet hoe het niet efficiënt moet. Want kijk, je hebt namelijk je boeken in je grote vak. Tenminste, dat is wat ik heb. Moet ik hem wel opkrijgen. Mijn boeken en zo in mijn grote vak. En in mijn kleinere vak heb ik mijn rekenmachine en zo. Oh, die heb ik in mijn grote vak. En mijn agenda. En dat is deze. Dezelfde alleen dan met oranje. Kijk, ik had dit vak. Had ik zelf bedacht voor voedsel. En voor andere nuttige dingen. Zoals bijvoorbeeld een borstel. Want jullie kennen vast allemaal wel de dagmeiden. Dat je uit bed komt, geen zin hebt om je haar te borstelen en echt als een ontplofte kip op school komt. Dus dan is het handig als je wel eventjes een borstel hebt waarmee je dus je haar kan uitborstelen. En deo, altijd handig. Stel je hebt gym gehad, kan je nog eventjes deo opspuiten. Zonder bril. Oh ja, die ben ik vergeten, en maar heb ik ook altijd. Het etuietje voor de maandelijkse periode. Maar daar ga ik niet verder op in. Ik heb dat etuietje dus daar niet voor. Maar voor al mijn andere handige spulletjes die jij in je voorvakje had gedaan. Ja. Wat ik dus heel onhandig vind, is dat je de hele tijd zit te graaien naar iets. Naar je telefoon. Die onderaan is gekomen omdat er allemaal van dit soort kleine spulletjes in de weg zitten. En die doe ik daarom dus gewoon in een etuietje. Dat is dus ook dit opladertje. Deze stekker. Voor in de stekker dinges. En hand sanitizer. Sanitizer. Handgel. Handgel. Als je naar het toilet bent geweest en het toilet zijn niet altijd even schoon, dan kan je dit opdoen. Op je handen. Natuurlijk wel goed je handen wassen, maar als er zeep op is, kan nog je altijd een paar elastiekjes en nog wat lippenbalsems. En, heel belangrijk, een USB-stick. USB-stick. Ja. Altijd handig om mee bij te hebben. Vooral als je op de middelbare zit, want dan moet je altijd opdrachten inleveren en op school maken en zo. En dan kan je dat mee naar huis nemen en thuis verder maken. Dat is echt een aanrader, een USB-stick. Dat verbetert je leven op school. Nou, hebben we dat ook weer gehad? Oké, hebben we het voorvakje gehad? Of het middelste vak? Ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar met het middelste vak. Nou, dat is mijn agenda. De Mary Poppins tas komt tevoorschijn hoor. Dan heb ik nog mijn portemonnee. Niet te vergeten. Rekenmachine. En dit is een hele grote grafische rekenmachine. Voor als je in de bovenbouw zit, net als wij. En ik heb ook nog die ene die Rosanne heeft. En dat is de Casio. Die kennen jullie vast allemaal wel. Of niet. Tanvir. Ja, mooi. Nou, als je nog niet op de middelbare school zit en je kijkt deze video. Deze moet je dus hebben als je wiskunde gaat doen. En dat krijg je dus meteen al in de eerste. Ja. Dus ik heb hier ook moet je altijd gebruiken. Mijn powerbank voor als mijn telefoon leeg is met lang snoertje. Ik weet niet waarom, ik kon geen korte snoertjes vinden. En dat was bijna dat. Namelijk nog twee lampjes. En deze tas heb ik niet voor niets gekozen.
Namelijk omdat dit iets heeft waarvan mensen altijd denken dat het voor de sier is. Maar het heeft een functie. Ja, ja, want als je gewoon namelijk dit er zo doorheen doet. Help eventjes. Niet kapot maken, hè? Nee. Gewoon wordt het dus niet. Dit lampje! En als je die aandoet en je hebt bijvoorbeeld je tas op je rug, want je kan het niet in je bak doen of zo, dan ziet iedereen je fietsen. En dat is dus super handig. En daar is dus eigenlijk dit voor gemaakt. Maar ik doe het er nu weer even af. Het gaat er makkelijker af dan eraan. En deze heeft dus ook normaal, knipperend. En nog langzamer en uit. Nou, die twee. En die heb je dus nog ook in het rood. Super handig. Nou, wat had ik ook weer nog meer in dat vak? Nou, niks. Wat ik dus heb gedaan, dit is mijn grote vak. Dat ziet er zo uit. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Je hebt hier een vak voor je laptop, waar ik dus niet mijn laptop in doe, maar mijn boeken. Dan heb ik hiervoor een klein vakje. Het ziet er zo uit met dat oranje. Daarin heb ik mijn rekenmachines gestopt. Slim. Dan, voor dat kleine vakje hier, zit een rit zoals je ziet. Daar stop ik mijn telefoon in. Hier zo. In dit vakje. Nou, dan heb ik dus in dit vak mijn boeken. Wat je ook moet hebben als je in de bovenbouw zit, is je binas. Die moet je gewoon altijd bij je hebben. Heb ik voor je extra vakken. En natuurlijk je schriften. Als jullie trouwens zouden willen zien hoe wij onze schriften nou pimpen voor het nieuwe schooljaar, doe dan even een duimpje omhoog voor deze video, zodat we weten of we die video moeten maken. En dat doen we ook met onze schoolboeken, dus dan laten we zien hoe we onze boekenkaften en daarbij ze oppimpen en ook daarbij onze schriften oppimpen, dat het met elkaar is gematcht en zo. Dat vinden we altijd heel leuk om te doen. Dus als jij ook wil weten hoe dat moet, moet je even een duimpje omhoog doen of anders in de reactie zetten of je dat leuk zou vinden. En wie weet maken wij dan wel die video. Hé, hey, wat jij niet hebt, wat ik wel heb, is een extra notitieblok voor aantekeningen. Oh ja. Die je nog extra erbij kan maken. Voor bijvoorbeeld op een toets of zo. Heb je hier allemaal tabbladen. Nou, je kent hem vast wel. Oh, die moet ik nog wel even indoen. Dat is nieuw. Dat je die per bijvoorbeeld vak of per notitie heb je een bepaald stuk. En dan kan je dus notities maken. Super handig. Dat heb ik ook altijd bij me. Ik heb ook nog iets heel leuks. Ik heb een soort mapje, die heb jij ook, zo te zien. Ja. En daar kan je dus werkbladen in doen. Want op school krijg je wel eens werkbladen, gewoon losse bladen. En dan kan je dus hier, met van die tapjes, kan je bepalen, oké, hier, achter dit tapje, doe ik bijvoorbeeld Engelse bladen. Hier achter Nederlands. Hier doe ik Frans, wat wij niet meer hebben, maar gewoon voor de mensen die wel Frans hebben. Hier doe ik geschiedenis of aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde. Nou, je mag dus helemaal zelf bepalen. En dan ben je dus goed georganiseerd en raak je geen bladen kwijt. Waardoor de leraar dus niet tegen je kan zeuren. Oh, je bent je blaadje kwijt. En dan krijg je hem niet meer. Dus dat is super handig. En ik vind het dus ook super handig dat je niet alles in één vak doet. Ja. Maar dat je allemaal verschillende vakjes in één mapje hebt. En het neemt ook niet zo heel veel ruimte in. Want het is alleen maar voor een paar papiertjes die je even moet opbergen. Dus dat is heel handig. Nou, er zitten natuurlijk nog veel meer boeken in onze tas. Maar ja, die hebben we nu nog niet. Ik heb ook altijd wel een leesboek bij me. Dit is trouwens echt een heel leuk boek. En is vaak omdat je op school gaat lezen. Of gewoon dat je het gewoon bij je hebt voor als je even niks hebt te doen. Wat ik ook altijd heel leuk vind is om dus mijn boek op te pimpen. Hebben we van die dikke washi tape dingen. Extra white. Daar kan je dus hele leuke strepen mee trekken. Op je boeken en dan kan je dus mee coderen. Waar is die roze? Ik heb er nog één. Deze roze. We hebben dus oranje. Met verschillende kleuren kan je dat dus op je boeken maken, zodat je weet, oké, dit is mijn Duits boek, dit is mijn Engels boek, dat is mijn natuurkundeboek. Super handig. Ja, en hier pimpen we dus ook onze boeken en onze schriften mee op. Maar dat laten we dus zien in die andere video, als jullie dat leuk vinden. Dus laat het even weten in de reacties of een duimpje omhoog, net zoals Roxanne al zei. Nou, dan waren we aangekomen bij ons laatste vak. En dat is het zijvakje voor je fles, waar je altijd water in doet. Want ja, je moet natuurlijk niet uitdrogen en gewoon genoeg blijven drinken.
En past er ook precies in. Het is ook super handig dus. Nou ja, dat is wat er eigenlijk allemaal in onze tas zit. Plus nog een hele hoop extra boeken. Maar ja, dat was dus het kijkje in onze tas. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Ja. En ik zou zeggen, abonneer even op ons YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat doe je door op de rode knop hieronder abonneren te klikken. En dan blijf je dus op de hoogte van alle video's die we nog meer maken. Als je al wel bent geabonneerd, super leuk dat je geabonneerd bent. En voor als je het nog niet wist, er zit naast de abonneerknop als je geabonneerd bent ook een belletje. En dat heet notificaties. En dan krijg je dus binnen op je telefoon of je computer of je tablet, je iPad, krijg je dan een melding binnen van pling. Net als dat je WhatsAppje krijgt. Ja. Hebben we weer een nieuw video geüpload. En dan ben je misschien wel de eerste die hem ziet of een reactie plaatst. Dus dan ben je snel op de hoogte van een nieuwe video. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!